Vanaf 24 mei tot 31 augustus is de tentoonstelling Google Mapping te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. De tentoonstelling laat het werk zien van twee kunstenaars die gebruik maken van de voor iedereen toegankelijke media. Conservator Colin Huizing vertelt ons hier meer over. Google Mapping is een tentoonstelling met werk van Gerco de Ruiter en Hans Gremme. Het zijn twee beeldmakers en voor hun films en videocollages hebben ze gebruik gemaakt van beelden van Google Earth en Google Street View. Kunt u mij wat meer vertellen over dit kunstwerk? Dit is het werk heet The Modder Road. Het is van Hans Gremme. En dat is eigenlijk een fictieve reis vanuit het oosten van de Verenigde Staten naar de West Coast. Vanaf Chicago naar Los Angeles. En die reis die wordt gemaakt van achter de desktop van de vormgever. Hans Gremme is vormgever, grafisch vormgever. En die heeft in die, om die reis opnieuw te maken, heeft hij alle foto's die gemaakt zijn voor Google Street View, heeft hij uit het programma gehaald, dus uit de webbrowser. En die heeft hij allemaal weer achter elkaar gemonteerd, alsof je die reis weer opnieuw maakt. En het zijn allemaal foto's die ook oorspronkelijk gemaakt zijn vanuit een foto om die weg in kaart te brengen. En uit hoeveel foto's bestaat het dan? Het bestaat totaal uit 155.000 foto's. En die heeft hij allemaal handmatig achter elkaar moeten plaatsen om die hele reis weer te reconstrueren. En, ja? Heeft u enig idee hoe lang hij daarmee bezig is geweest? Dat is een maandenwerk geweest. Maar het mooie is dus eigenlijk ook dat het werk niet alleen gaat om de manier waarop hij dat heeft gedaan, maar ook dat het ook een icoon van de Amerikaanse cultuur in beeld brengt. En dat is eigenlijk wat hem ook heel erg ervan fascineerde. Hij was op reis in de Verenigde Staten en zocht naar manieren om verslag te doen van zijn reizen daar. En vond uiteindelijk deze weg als, ja, dat is bijna een iconische snelweg. Hè? Dat is ook de weg waarmee de Amerikanen zelf ook de migratiestromen naar het westen hebben plaatsgevonden om die weer opnieuw te volgen en dat icoon in beeld te brengen. En waarom is dat dan via Google Mapping gedaan en niet gewoon met een normale camera? Omdat het natuurlijk ook heel erg mooi is om te kijken van welke rol speelt fotografie ook in het in beeld brengen van de wereld nu. En het is heel interessant dat je op die manier ook die werkelijkheid opnieuw kunt reconstrueren. Hoe lang duurt de video? Hij duurt iets van 8 uur. Met een stok en met een vlieger. En wat mooi is aan dit werk, dit is eigenlijk ook fotografie, maar dit is bestaande fotografie. Fotografie die hij gebruikt heeft van Google Earth. En dat zijn allemaal opnames. In dit geval zijn het opnames van irrigatiesystemen in de Verenigde Staten. Dat zijn van die lange armen die het land besproeien en dus in een cirkel dat land besproeien. Het zijn enorm grote installaties. En die heeft hij allemaal verzameld. Hij heeft hier zo'n 2000 foto's van deze velden verzameld en achter elkaar gemonteerd. En je ziet, het mooie is dus eigenlijk dat je naar iets heel realistisch kijkt, maar wat tegelijkertijd ook heel abstract wordt. Dus je kijkt naar grondstructuren die de kleur bepalen. Je kijkt naar de sporen die die irrigatiesystemen achterlaten. En tegelijk heeft hij dat verwerkt in een beeldsequentie alsof er een soort van klok loopt die heel snel die tijd aangeeft. En het doet me ook wel een beetje denken aan hoe vroeger aanloopstroken op celluloidfilms waren. Dus als een film begon, dan had je altijd zo'n aftelling van 5, 4, 3, 2, 1. En dat had natuurlijk ook altijd iets smoeseligs en iets een soort van verbrand celluloid beeld kreeg je ervan. En dat is wat je hierin ook terugziet. Dus het is eigenlijk heel mooi dat hij dat als basis heeft gebruikt. Maar het is ook niet eens zo heel belangrijk dat je naar die irrigatiesystemen kijkt. Het gaat vooral om de structuur in het beeld, de vormen die je ziet, die het totale beeld maken. En er hoort ook een beetje een spannend, bijna eng muziekje bij. Wat is de combinatie met de beelden daar? Nou, er is een hele suggestieve soundtrack bij gemaakt en dat brengt wel een zekere spanning en een soort van naar een climax werkend geluid toe, wat je hier ook nu zo kunt ervaren. Dit is Playground, een videocollage van Gerco de Ruiter. En voor deze collage heeft hij ook weer foto's gebruikt van Google Earth. En hij heeft een enorme verzameling van American football fields gemaakt. En die heeft hij allemaal, die interesseerde me enorm, omdat hij dat een vast kader gaf waarin hij kon werken. Dus je hebt altijd dezelfde lengte-breedte verhoudingen. En binnen die lengte-breedte verhouding heb je dan natuurlijk ook het lijnenspel van de belijning van het spel.
Maar wat ook heel erg mooi is, is dat in die luchtfotografie die symbolen van die clubs zichtbaar worden. En daarmee zie je dat het toch ook wel heel onmiskenbaar Amerikaans is. Het gaat dus eigenlijk niet alleen over die luchtfotografie, maar het gaat ook heel erg over die Amerikaanse beeldcultuur. En uit hoeveel voetbalclubs bestaat deze collage? Hiervoor zijn zo'n 2000 afzonderlijke afbeeldingen gebruikt die achter elkaar gemonteerd zijn en ook in een sequentie zijn geplaatst die Gerco heel graag zou.